Ja, goedemiddag iedereen. Ik richt jullie graag verder toe hoe en welke informatie we jullie in functie van kennisdeling aanbieden via de website van het departement Omgeving, omgeving.vlaanderen.be, over Vlaram en alles wat daarmee te maken heeft. Wij bieden verschillende producten aan via onze website in dit kader en ik toon graag op de volgende slides aan jullie via printscreens. Via de homepagina van de website van het departement geraak je eigenlijk in één klik op de Vlaram-pagina. Daar staat een heleboel relevante informatie samen over Vlaram en alles wat daarmee gepaard gaat. Ik ga dit straks verder in detail tonen. Vanaf die Vlaram-pagina kan je onder andere doorklikken naar een pagina met alle decreten en uitvoeringsbesluit waar ons departement voor verantwoordelijk is. Ook hierop zal ik straks inzoomen. Als ook op de wetwijzer waar handleidingen, richtsnoeren en antwoorden op veelgestelde vragen over onze regelgeving gebundeld worden. De links naar deze pagina staan hier opgenomen in de rechter benedenhoek. En zoals al gezegd in de inleiding zal de presentatie jullie hierna bezorgd worden, zodat jullie hier steeds naar kunnen teruggrijpen. We starten bij het begin. Dit is de homepagina van de website van het departement Omgeving. Dus te bereiken via omgeving.vlaanderen.be. Die zien jullie hier. In het eerste blok vinden jullie direct een overzichtje van onze meest geraadpleegde regelgeving. En daar kan je doorklikken op Vlaram om zo op de Vlaram overzichtspagina terecht te komen. Deze ziet er zo uit en zoals eerder gezegd bevat deze pagina een overzicht van alles wat met Vlaram te maken heeft. En van daaruit kan je handig doorklikken naar de informatie waar je op zoek naar bent met betrekking tot het Vlaram. Dit is een eerste view. Op de volgende slide zullen jullie straks de tweede view zien die jullie te zien krijgen bij het verder scrollen naar beneden op deze Vlaram pagina. De pagina heeft eerst algemene uitleg over wat Vlaram precies is en wat het doel van Vlaram is en welke voorwaarden vervat zijn in Vlaram 2 en Vlaram 3. Via het eerste blok, overzicht regelgeving, kom je rechtstreeks terecht in de navigator, ontwikkeld door Vito in opdracht van het departement Omgeving, waar je alle milieu, natuur, ruimtelijke ordening en energieregelgeving terugvindt, met hier extra concrete linken die je rechtstreeks brengen naar de indelingslijst van het Vlaram, Vlaram 2 of Vlaram 3. Het is hier tevens een link opgenomen die je brengt naar de pagina decreten en uitvoeringsbesluiten waar onder andere recente Vlaramwijzigingen kunnen geconsulteerd worden. Ook hier zoom ik straks dieper op in. Via het tweede blok kom je terecht bij een heel handige tool die ook ontwikkeld is door Vito in opdracht van het departement Omgeving, namelijk de Vlaram Wegwijzer. Via deze tool kom je voor kleinere bedrijven te weten aan de hand van concrete vragen in welke klasse deze worden ingedeeld en welke instantie dan de vergunning moet gevraagd worden, of er een melding bij de gemeente moet gebeuren en aan welke voorwaarden zij moeten voldoen. Hier ga ik niet dieper op ingaan, maar probeer het zeker eens uit. Het is echt een heel handige tool. Wat ik straks wel verder zal tonen, is wat jullie in het derde blok zien, namelijk de wetwijzer. De wetwijzer is dus een tool op de website van het departement Omgeving die verduidelijkingen bij de wetgeving bevat en antwoorden op veelgestelde vragen. Deze stamt uit het voormalig departement Ruimte Vlaanderen en was dus opgebouwd uit informatie met betrekking tot regelgeving en beleid op vlak van ruimtelijke ordening. Maar deze handige tool bevat nu recent ook informatie met betrekking tot het Vlaram, straks meer hierover. Als we verder naar beneden scrollen op deze Vlaram overzichtspagina zien we nog 6 blokken met informatie verschijnen. De eerste die jullie hier zien biedt jullie meer informatie aan over BBT of beste beschikbare technieken, een van de principes en uitgangspunten waarop Vlaram en haar voorwaarden gebaseerd zijn.
De onderliggende pagina legt uit wat de beste beschikbare technieken zijn, welke criteria er helden voor beste beschikbare technieken. En daar kan je ook het BBT-werkprogramma voor dit jaar consulteren. Zo kan je zien welke BBT-studies er in opmaak zijn of herzien worden. Je kan er ook doorklikken naar het BBT-kenniscentrum dat Vito onderhoudt in opdracht van het departement en waar je alle BBT-studies terugvindt, zowel de Vlaamse als de Europese BREF-studies. Via de volgende blok vind je alle informatie terug met betrekking tot GPBV-installaties. Tanja heeft daarnet ook al gezegd waarvoor GPBV staat, maar dat is een moeilijke, dus ik herhaal het graag nog eens voor jullie. GPBV staat voor geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging en is uit het Engels vertaald, namelijk van IPPC, Integrated Pollution Prevention and Control. GPBV-installaties zijn industriële installaties met een mogelijk grote impact op het milieu en zij zijn onderworpen aan de Europese richtlijn in zaken industriële emissies, de RIE, zoals wij die heten. En naast alle informatie omtrent GPBV-installaties, Europese BREF's en de richtlijn industriële emissies, vind je er ook handige kaarten van Vlaanderen die alle GPBV-installaties tonen, enerzijds voor wat de industrie betreft en anderzijds de veeteeltbedrijven die GPBV zijn. In het derde blokje vind je alternatieve of gelijkwaardige systemen terug van bepaalde bepalingen in Vlarem, zoals voor de dichtheidsbeproeving van houders of de controlemethode van metalenhouders. Het vierde blokje bevat een aantal overzichten, zoals de bedrijven die EMAS geregistreerd zijn, de voorzieningen voor aquacultuur en de middelgrote stookinstallaties in Vlaanderen. Het voorlaatste blokje handelt over een heel specifiek stukje uit het Vlarem, namelijk het gebruik van GGO's en pathogenen. Hier is namelijk naast een vergunning ook een toelating vereist op advies van de Federale Dienst voor Bioveiligheid en Biotechnologie. En in het laatste blokje zijn een aantal tools terug te vinden om diffuse stofemissies te berekenen. Zo, dat was het overzicht van onze Vlarem-pagina. Ik had jullie beloofd om op twee zaken dieper in te gaan. Een eerste is de pagina Decreten en Uitvoeringsbesluiten. Deze ziet er zo uit en bevat daaronder ook nog een overzicht van alle regelgeving die onder de verantwoordelijkheid valt van het departement Omgeving. Zeer handig, maar wat vooral handig is, dat je rechtsbovenaan ook een overzicht toont van de wijzigingen aan de regelgeving of nieuwe regelgeving die in voorbereiding zijn, goedgekeurd zijn, maar nog niet in werking getreden zijn of recent in werking getreden zijn. Zo zien jullie dat er op vlak van Vlarem redelijk wat bewogen is de afgelopen periode, maar dat hoorden jullie daarnet ook al uitgebreid van Tanja. Er zijn nu zowel wijzigingen in voorbereiding als recent goedgekeurd als recent in werking getreden. Als je doorklikt op zo'n wijziging, dan zie je in detail, maar kort en bondig, waar de wijziging over gaat en kan je ook de teksten raadplegen, zowel de wijzigingsteksten zelf als het bijhorend verslag aan de Vlaamse regering, waar de wijzigingen artikelsgewijs worden toegelicht. Je ziet ook in welke fase zich een ontwerpwijziging bevindt en welke de volgende stappen zijn die nog moeten worden genomen. Zo zie je hier het voorbeeld voor de Vlarem-wijziging in zaken zwemmen in open water, daarnet ook toegelicht door Tanja. En dan zie je ook dat deze zich nu in eerste principiële goedkeuring bevindt en de datum waarop dat gebeurd is en dus de bijhorende teksten. Ten slotte wil ik jullie nog even meenemen naar de wetwijzer. Ik legde al uit wat deze tool op onze website precies inhoudt. De wetwijzer bevat verduidelijkingen bij de wetgeving en antwoorden op veelgestelde vragen. Je kan zoeken via volgende opties. Veel bezochte en actuele thema's vind je bovenaan in de linkerkolom. Andere thema's vind je daaronder terug. Zoek je iets concreet, dan kan je je term ingeven via de zoekbalk. Als je dan verder op die pagina naar beneden scrolt, kan je ook filteren op niveau van de regelgeving waarover je iets zoekt.
Tot nu toe staan er 4 in, namelijk de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, het VLAREM, het Omgevingsvergunningsdecreet en het Decreet Handhaving Omgevingsvergunning. Als je filtert op VLAREM, kan je ook nog eens bijkomend filteren op thematiek. Dat is echt een primeur dat jullie hier mee krijgen, want dat is pas sinds gisteren zo doorgevoerd. De wetwijzer is dus een tool die in continue evolutie is en er steeds beter op wordt. Bij VLAREM hier, zo kan je bijvoorbeeld enkel de informatie te zien krijgen op vlak van een bepaalde thematiek, bijvoorbeeld gevaarlijke producten of lucht of dieren of nog een aantal andere thema's. Als je in de wetwijzer filtert op VLAREM, krijg je tot nu toe 25 resultaten te zien. Dit betreffen handleidingen en antwoorden op veelgestelde vragen, codes van goede praktijk en richtlijnen over verschillende thematieken, zoals lucht, gevaarlijke stoffen, water en zo verder. Zoals eerder gezegd is de wetwijzer hiermee recent uitgebreid en zijn we dit momenteel volop verder aan het opbouwen en optimaliseren om het zoeken voor jullie allen nog makkelijker te maken. Een zeer recent voorbeeld zijn de handleiding en de veelgestelde vragen en antwoorden omtrent stookinstallaties. De link daarnaartoe zit in deze slide vervat. En recht zien jullie een printscreen van de opbouw van de handleiding over stookinstallaties. Dit is een thematiek binnen de discipline lucht waar we toch heel wat vragen over krijgen. Het betreft dan ook een moeilijke technische materie. Zo vind je in de handleiding terug wat de definitie is van een stookinstallatie, in welke rubriek deze zijn ingedeeld, wanneer ze vergunningsplichtig zijn, hoe het nominaal thermisch vermogen vastgesteld wordt, wat het verschil is tussen kleine, grote en middelgrote stookinstallaties en welke voorwaarden en meetverplichtingen deze stookinstallaties moeten voldoen, en zo verder. Het is in de handleiding ook steeds een link opgenomen naar de toepasselijke regelgeving op niveau van het artikel zelf, wat ook wel handig is. En zo, dit was het voor mij. Ik hoop dat ik jullie een beter zicht heb kunnen geven op welke informatie we zoal ontsluiten over VLAREM via onze website. En we kunnen ook meegeven dat we er continu aan werken om dit nog beter uit te bouwen, om jullie zo optimaal mogelijk van dienst te kunnen zijn. Check dus zeker onze website als jullie vragen omtrent VLAREM hebben. Er bestaat wel een grote kans dat het antwoord terug te vinden is. En zo niet, kan u ons steeds contacteren. Dankjewel.